avete un tribunal, un caso de corte de justicia. Detalle del caso de corte de justicia, vos tenés que dar un mes, fue de boca de el juez. Pero en todo caso, importante da así, el caso aquí que está trata de corte, da un drama de sesión, pero tiene un punto, un objetivo importante como tiene que misa. El objetivo está, el meta está, una vez sale una carta, y es esta petición al juez también, una carta oficial, por el ciudadano de Corso, a pedir a Holanda, gobierno holandés, a rehabilitar Tula, ratificar Tula como héroe nacional, y todos los otros luchadores y la lucha para la libertad de 125. Corso así acaba 2010. Pero claro, la Corso va a condenar a Tula, la Corso va a matar a Tula, el gobierno holandés, a PCI, usted pide al gobierno holandés y diferente otro instancia no gubernamental y otro de Holanda para quitar fuerte la sentencia y lo que tiene que pedir y tú la manera de un malvado y está un criminal ando rehabilité y tú eres otro luchador y entera lucha mes rehabilité y para nada me proclamar tú la manera nos hace cabra 2010 como héroe nacional. Ahora nos quejasi justicia natula. Pa emotibu aquí, gobierno holandés, mescos cu gobierno di Corsao a Hasicaba, tabai rehabilita tula formalmente. Omdat we de geschiedenis recht willen doen, gaat de Nederlandse regering in navolging van die van Curaçao Tula formeel eerherstel geven. Het moment en de wijze waarop we dat doen, gaan we samen met u vormgeven. En daarmee geven we gehoor, ik mag wel zeggen eindelijk, aan deze terechte wens waar velen van u al zo lang voor hebben gestreden. Laga e sonido trovesigi para nos comisar con nos tribunal. Laga e campana e zona para nos por comisar trove realmente cu e juicio di nos e gente cuta exigi pa gobierno holandés rehabilita Tula. Exigi pa rehabilita Tula. Zoals Tula een waardig eerherstel verdient, verdienen veel mensen die na hem zijn gekomen erkenning en waardering. Al tijdens mijn eerste reis als staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties heb ik velen ontmoet die zich al jaren inzetten voor meer erkenning voor het slavernijverleden en voor de doorwerking ervan. Velen van u zijn hier ook vandaag aanwezig. De gesprekken met u hebben een diepe indruk op mij gemaakt. Want ze hebben me laten zien hoe belangrijk het is dat we ons verzoenen. Met het verleden en met elkaar. Want dan alleen kan onze gezamenlijke toekomst vorm krijgen. De tekst van Tula Warda, waarmee ik begon, vertelt dat het niet eenvoudig is om dat te bereiken. Maar in die verzoening wil ik mijn ziel en zaligheid steken. In mijn hart geloof en voel ik dat we het kunnen.